Woensdag stond in het AFAS-stadion alweer de laatste les van de Rabo AZ Food Tour op het programma. Maar liefst 250 leerlingen zagen hoe AZ-vlogger Timo de winnaars van de vlogwedstrijd bekend maakte. Ook kregen de kinderen een rondleiding door het stadion en leerden ze van echte AZ-koks hoe ze bijvoorbeeld een gezonde smoothie kunnen maken. Ik vond het wel leuk omdat je dan ook echt alles van binnen kon zien. Weet je, normaal zie je hier zo op de tribune en je ziet gewoon een speler spelen, maar nu zie je echt ook alles van binnen. Heel erg leuk, want ze spelen hier eigenlijk als er wedstrijden zijn en dan is het wel bijzonder dat je dan hier gewoon kan rondlopen. Gezonde voeding, dat is waar het om draait bij de Rabo AZ Food Tour. De leerlingen hebben veel van het lesprogramma geleerd. Dat je het nodig hebt, dat je er niet zonder kan leven. En je moet goede, gezonde voeding eten en niet slechte. Als je iets koopt wat je denkt dat het heel gezond is, kan je het best eigenlijk gewoon op de achterkant kijken. En dan zie je of het wel gezond is, of het veel suikers heeft, of het zout hebt, veel eiwitten en vezels of zoiets.